De familie van de Britse jongen die in verband wordt gebracht met de Belgische prinses Elisabeth ontkent krachtig dat er sprake is van een romantische relatie. Volgens een familielid, geïnterviewd door de Manchester Evening News, zijn de twee slechts goede vrienden die dezelfde school bijwonen en samen studeren. Het verhaal klopt niet. Ze gaan gewoon naar dezelfde school en volgen samen hun studie, aldus het familielid. Ik ga niet verder in op deze kwestie. Eerder deze week meldde het laatste nieuws dat de 22-jarige Elisabeth romantisch verbonden zou zijn met de 20-jarige Britse Nicolas Dad. Beide zijn studenten aan het Linker College in Oxford, waar ze elkaar in 2021 tijdens de Matriculation Day hebben ontmoet, de dag waarop nieuwe studenten officieel worden toegelaten tot de universiteit. Nicolas studeert geschiedenis, terwijl Elisabeth een studie volgt in zowel geschiedenis als politiek. Een bron vertelde aan de Vlaamse krant dat ze in hetzelfde studiegroepje werden geplaatst en al snel een sterke band ontwikkelden. Hoewel hun relatie meer leek te zijn dan alleen vriendschap, ontkent de familie van Nicolas dat nu stellig dat er sprake is van een romantische relatie. De geruchten over de vermeende liefdesband tussen de Belgische prinses en de Britse student hebben de afgelopen dagen de media gehaald, waardoor zowel het Koninklijk Paleis als de familie van Nicolas genoodzaakt waren om te reageren en de speculaties te weerleggen. Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe deze situatie zich verder zal ontwikkelen en welke impact het zal hebben op het leven van de betrokkenen.